welkom bij weer een nieuwe weekvlog. De laatste weekvlog van het jaar. En die kunnen we natuurlijk nergens anders starten dan in het keukenkastje met een kopje koffie. Ja, ik moet wel heel eerlijk even toegeven dat ik twijfelde om deze week nog te gaan filmen. Omdat het waarschijnlijk echt een drukke en chaotische week wordt. Heel veel werkdingen te doen. Vlogmas voorbereidingen. Webshopwerk. Een video filmen en editen nog. Maar wellicht dat het ook wel meevalt. Maar dan weten jullie dat in ieder geval. We beginnen in ieder geval weer met super lekker weer. Blauwe lucht met zon. Echt heel chill. En gisteren wilde ik met Pet naar een bloemenstalletje. Waar we wel vaker heen gaan. Waar ik wel eens lelies heb gekocht. En toen waren daar geen lelies. Maar wel mini kerstboompjes. En deze heeft ook een beetje van dat nep sneeuw erop. En er zitten lichtjes bij. Dus om alvast een beetje in de stemming te komen. Ik heb eventjes het beddengoed een soort van recht getrokken. Maar voor de mensen die niet weten wat Vlogmas is, daarom twijfelde ik ook om deze week te filmen hoor. Want ik heb het wel vaker natuurlijk druk. Maar ik ga dagelijks vloggen in december. Dus wat ik op 1 december film, komt 2 december online. Etcetera. En op eerste kerstdag komt de laatste vlog online. Dus het is altijd een beetje spannend. Maar echt een leuke creatieve uitdaging. Ik ben een beetje rond aan het lopen. Ik wil eventjes mijn notitieblok erbij pakken. Om een to-do-lijstje te maken voor vandaag. En weer even een overzicht te creëren voor de rest van de week. Wat is eigenlijk een mooie datum? 22/11/21. Oké, de to-do's zijn opgeschreven. Dan ga ik nu eventjes op zoek naar een quote of the day. Ik gebruik trouwens mijn weekplanner. Van mijn webshop is ook, denk ik, echt heel erg leuk om cadeau te doen. Maar soms laat ik echt dingen aan in mijn video's. Maar het voelt dan toch een beetje dubbel om mijn eigen producten aan te prijzen. Omdat ik natuurlijk echt super subjectief hier naar kijk. Ik heb dit zelf gemaakt, dus voor mij is hij gewoon perfect. Maar er schiet mij niet altijd zelf een quote te binnen. Dus ik ga gewoon eventjes naar dingen die ik opgeslagen heb op Pinterest. Oké, ik ga er één opschrijven die ik al een keer eerder heb geplaatst op de Instagram van Self Love Studio. Dat is in mijn gebrekkige Engels. Focus on the step in front of you. Not the whole staircase. Focus je niet op, oh, ik moet dit nog allemaal doen. Maar gewoon op het kleine volgende stapje. Of neem het dag bij dag. Dat neemt af en toe echt een beetje de druk van dingen af. En dan nog één ding voordat ik aan mijn to-do-lijst begin. Omdat ik dus geen leuke bloemetjes zag bij de bloemenstalletjes, heb ik deze bij de supermarkt gehaald. Dus aparte bosjes van deze kleine roze bloemetjes, deze schattige roze takjes en die paarse bloemen. Ik zou willen dat ik je er meer over kon vertellen. Geen idee wat voor bloemen het zijn. En daar heb ik dus zelf dit boeketje een beetje van gemaakt. En ik vind het echt heel cute geworden. Er is natuurlijk wel ruimte voor verbetering, maar heel blij mee. En today's lunch. Ik heb er een keer lente-ui en sesamzaadjes bij gedaan. Ik ben benieuwd of het lekker is. Ik heb de afgelopen maandag een beetje dat ik traag op gang kom. En het zijn altijd de dagen dat ik ook mijn weekvlog edit. En dat ik dan vervolgens 's avonds nog druk hier weg aan het tikken ben. Maar Pet is inmiddels thuis en die heeft eten gemaakt van de chef. Ik had het zelf niet beter gekund. Nee. Maar het zijn wel helemaal zelfgemaakte frietjes, toch? Ja. Ja, comment even je favo snackie anders. Vind ik leuk. Hallo, het is dinsdag, toch? Het is dinsdag. Wat is er mee? Dinsdag. Oh my god. Oh my god. Ik ben met ME in Alkmaar. We gaan, het is een lekker zonnetje, kringlopen. De video staat voor deze vlog online. Laatste normale video van het jaar. En nu gaan we foto's maken, maar ik vind deze kant eigenlijk heel leuk. Want daar is een beetje schaduw. Maar hier is het iets leuker. Alleen dat zien we ME er schaduw op me. En ME trekt ineens er statief uit haar auto. Dus die gaan we gebruiken. Echt 10 voor de inzet. Ik had hem nog van die ene keer dat ik dus in mijn eentje ging shooten. Ja, super vet. Echt goed. Ook lekker langs de drukke weg. Maar het is gewoon hier. Daar is de weg van het station naar het centrum toe. We zijn toch in de schaduw. Oh ja, we zitten toch in schaduw. We hebben toch uiteindelijk ook nog foto's gemaakt aan de voorkant van het huis. Want wolken. En nu gaan we onderweg naar de Kringloopstraat. Dus die zit aan de achterkant van de Bios, de Zijperstraat. We zijn inmiddels bij 2 kringlopen geweest. En nu in de derde echt goed geslaagd al. Maar deze kennen we nog niet. En er is hier echt zoveel leuke kleding ook. Dus
even van het thema aan het afwijken. Ik weet niet of ik het gezegd had, maar we zijn vandaag echt voor december items aan het kijken. Dus kerstartikelen, feestkleding. Er is hier echt veel. Dat was echt heel leuk en gezellig en productief. Goede dingen gevonden in de kringloop. Ik ga even aan het laten zien wat ik heb gevonden natuurlijk. En ik heb ook dorst. En heel veel zin om iets comfortabels aan te trekken. Wat trekt echt naar vis. Ja. En nu ben ik nog blijer, want we hebben sushi besteld. Alleen, het ruikt heel sterk naar vis. Ik hoop dat het goed is. Ik heb nooit problemen gehad in ieder geval met shabu to go, maar er komt hier nog lucht af. Niet per se dat ik denk, oh, dit is echt rotte vis of zo, maar wel dat ik denk, oh, wel sterk. En dat is meestal niet. Maar goed, we gaan sushi eten en nu even verder kijken. Office echt niet normaal aan het bingen. Inmiddels in seizoen 4 beland. En daarna ben ik gewoon lekker op tijd naar bed gegaan. Probeer deze week echt weer eventjes goed daarop te letten. Dit heb ik lekker geëdit. De kringloopvideo uiteraard. Dus die is nu helemaal, hoe zeg je dat? Rough cut heet het altijd. Gewoon zeg maar geknipte dingen eruit gehaald. De grove edit. En hierna ga ik het leuk maken met muziekjes en intro, weet ik veel. Maar dit leek me wel een mooi moment voor een koffiebreak. Dus, nou perfect, want ik heb ook 6 ijsblokjes maar. En dan kan ik later vandaag denk ik nog een warme koffie nemen, want het is echt super fris. Vandaar dat ik deze heerlijke trui aan heb. En ik heb vanmorgen trouwens even een haarmaskertje ingedaan, dus vandaar dat het zo strak naar achter zit. Mijn haarmasker ga ik er later vandaag lekker eventjes uitwassen en ook weer even opwarmen onder de douche. Ik lijk echt op een ei vandaag. Maar het gaat goed. De video is in principe helemaal af nu. Ik moet morgen alleen eventjes de outro filmen met de shoplog en zo. En dat er dan in plakken. Dus dat moet helemaal lukken. Ik heb nu mijn warme koffietje. En nu ga ik eventjes mijn mails bijwerken. En een factuur maken wat ik echt al een tijdje moet doen. Ik weet niet waarom ik het nog niet gedaan heb. Want het is alleen maar in mijn eigen voordeel. Dus tijd om dat eventjes te doen. Dit is trouwens hoe mijn haar nu na het wassen opdroogt aan de lucht. Ik dacht dus altijd, oh droog en beschadigd. Wist ik veel dat ik waves slash krullen had van mezelf. Want het is echt super zacht. Ik heb er even zo'n kleurmaskertje in gedaan en we hebben het lekker gegeten. En nu heb ik even keuken duty, kitchen duty. Want ik wil weer heel erg graag die muffins maken, havermout muffins om tussendoor te eten. Wisselt een beetje steeds wat voor fruit ik erin doe. Of ik er überhaupt fruit in doe, maar deze keer gaat er weer een appeltje doorheen. En dan ga ik ook nog eventjes kruidenboter maken en nog kruidnoten tiramisu. Want daar hebben we nog spullen voor. We zijn een vingerverwonding verder. Dus Pet heeft me verder geholpen met alles snijden. Recept 1 is klaar. De kruidenboter. En hij heeft ook de appel fijn gesneden. Dus ik ga nu beginnen aan de muffins. En die zijn voor de rest echt super makkelijk om te maken. Ja, ik heb het dus al een keer in een video gemaakt. Airfryer recepten testen van laatst. Dus mocht je benieuwd zijn naar het hele recept, kan je daar kijken. Maar af en toe pas ik dus het een en ander aan. En varieer ik een beetje met de dingen die ik erin doe. Dit zou dan iets moeten worden. Het is bij bakken altijd iets spannender dan koken. Want het is echt scheikunde. De muffins die zitten in de airfryer. Ik weet niet of ik vandaag een soort mini vloek over me heen heb hangen. Of wat er aan de hand is. Gelukkig is deze lamp wel gezellig.
Maar ik was echt al 2 weken of zo bezig met een TikTok filmen. En mijn geheugen op mijn telefoon was vol. Vraag me niet hoe, maar ik had gewoon 60 video's verwijderd net. En ik opende net TikTok. En ik denk dat die ook, doordat mijn geheugen vol zat, niet meer geïnstalleerd was. En opnieuw geïnstalleerd werd. Want ik opende TikTok en dan was het echt zo'n soort rondleiding van, dit is hoe het werkt. Je moet swipen en dan ga je naar de volgende video. En ik ga naar mijn profiel. En al mijn trash zijn weg. 2 weken weg. Misschien nog wel langer. En dit was ook ineens niet meer scherp. Ik weet niet wat er aan de hand is. Gelukkig ben ik wel gewoon blij, maar weird. Ik wilde beginnen aan de kruidnoten tiramisu, maar de slagroom was niet meer goed. Dus recept nummer 3 gaat niet door. Eerste lading. Havermout cupcakes zijn wel uit de airfryer. Ze hebben weer een bijzonder platte vorm, maar ik denk dat die wel echt heel erg lekker gaan zijn. We hebben gisteren ook nog eventjes lekker de was er doorheen geramd, wilde ik zeggen. En ik zit nu te kijken of het klopt dat als je je mascara morst en het een paar minuten op laat drogen, dat je het dan gewoon makkelijk kan verwijderen. En niet een gat hebt in je foundation of concealer of overige make-up. En logisch eigenlijk ook, maar het werkt inderdaad beter dan als je het meteen probeert te verwijderen en uit te smeren. Ik ben weer klaar voor vandaag. Ik heb een nieuwe pleister om mijn vinger heen. En het is inmiddels licht, dus alle lichten kunnen weer uit. En nu ga ik lekker een kopje koffie zetten. En dan ga ik de outro filmen voor de kringloopvideo. En ik denk echt dat het een van mijn lievelingsvideo's ooit is geworden. We zijn gewoon naar 5 kringlopen geweest. Echt goed geslaagd, ook op verschillende afdelingen. En het was natuurlijk ook gewoon echt een hele gezellige dag. Oké, koffie zit erin. Kerstkringloopvlog is ook gefilmd, dus die ga ik straks lekker editen. En om nog wat meer in de kerstsfeer te komen, mag ik alvast wat vakjes van deze adventskalender openmaken. Ik heb namelijk in samenwerking met L'Occitane de Classic kalender opgestuurd gekregen. Bevat voor €100 aan artikelen en je kan hem voor €59 kopen. Dus ik zal natuurlijk het link hier naartoe in de beschrijving zetten. En het leek me dus wel leuk, aangezien ik nog niet bekend ben met dit merk, maar de kalender dus heel veel beauty artikelen bevat, dat ik hem nu alvast voor een deel in box. Ik wil natuurlijk ook een deel een verrassing houden en dan kan ik de producten een beetje testen en vertellen wat ik ervan vind. En ik heb expres nog geen andere video's hierover gekeken, zodat ik mijn eerlijke mening kan geven. Maar ik vind hem in ieder geval echt super mooi uitzien en hij is ook echt heel groot, maar ook heel leuk dus om onder je boom neer te zetten. En ik zie dat ik dit vakje per ongeluk al een beetje door heb gedrukt, dus laten we vakje 21 dan alvast openmaken. En hierin zit voor very dry skin een intensieve handcreme met 25% shea boter. Dat vind ik altijd wel echt een heel chill ingrediënt. Helemaal om te gebruiken met de wat koudere dagen. Dus ik zal er alvast een heel klein beetje van op mijn hand doen. Hij is inderdaad echt heel dik. Hij smeert wel goed uit en hij ruikt heel erg lekker. Goede eerste indruk. Dit belooft echt wat. Ik weet echt eventjes van gekkigheid niet welke ik open zal maken. Misschien nummer 9. Alles ziet er ook zo fancy uit. Oh, dit is een conditioner. Met amandel er denk ik in. Echt een mooie luxe minis zijn het. Ja, die kan ik natuurlijk nog niet gebruiken. Maar hij ruikt wel in ieder geval heel erg lekker. Hoeveel vakjes zullen we in totaal openmaken? Zal ik anders gewoon na nummer 9, nummer 10 zoeken. Die vakjes zitten gelukkig ook wel een beetje bij elkaar in de buurt. Want als je mijn vlogmas video's wel eens hebt gezien, dan weet je dat dat nogal een opgave voor mij kan zijn om die vakjes te vinden. Hierin zit een Ultra Thirst Quenching Cream. Dus ik denk dat dit een crème voor je gezicht is. Geeft echt een heel ander effect dan de handcreme, wat ook logisch is. Want deze is dus inderdaad bedoeld voor op je gezicht. Dus hij is wat lichter. Maar voelt heel goed aan. Vrij simpele geur. En dan ga ik ook vakje nummer 11 openen. En hierin zit ook weer een handcare product. Beetje een mix tussen de handcreme en de conditioner die ik al heb unboxed. Want dit is namelijk een handcreme in de amandeluitvoering. Matchy. Die hoef ik natuurlijk niet te testen. Maar dit zijn wel echt super fijne minis om gewoon lekker in je tas mee te nemen. Zullen we nog 2 vakjes doen? Ik heb natuurlijk nummer 21 opengemaakt. Dus dan ga ik ook nummer 20 eventjes zoeken. Die zit eronder. Hierin zit iets wat er echt super mooi uitziet. Een serum die je 's nachts kan gebruiken. Nou ja, je moet natuurlijk lekker zelf weten wanneer je het gebruikt. Maar hij is bedoeld voor in de nacht. Er zitten ook een beetje balletjes in. Ziet er echt prachtig uit. Heel handig pompje ook. Hou ik altijd wel heel erg van in huidverzorging. Hier staan niet de ingrediënten op. Op de andere producten tot nu toe wel.
Maar je kan ze ook vinden op de achterkant van de kalender. Dus dat is wel echt heel erg fijn. En mocht je natuurlijk benieuwd zijn wat er allemaal hierin zit voordat je hem aanschaft, is wel een beetje de verrassing ervan af. Maar dat staat ook gewoon op de website van L'Occitane. En dan ga ik voor nu het laatste vakje openmaken. En dat is mijn lievelingsnummer, of een van mijn lievelingsnummers, nummer 22. En hierin zit body milk met sparkling en fruity notes. Ik weet echt even niet meer waar ik het allemaal moet smeren. Maar ik heb toch weer een plekje tevoorschijn weten te toveren. Oh, deze heeft een hele sterke geur in vergelijking met de andere. En wel een bekende geur of zo. Ja, heel lekker. Ik vind hem niet per se heel vrouwelijk of zo. En ik hou echt heel erg van allemaal super meisjesachtige geurtjes. Je moet natuurlijk gewoon lekker gebruiken wat je zelf fijn vindt. Maar traditioneel vrouwelijke geuren, bloemig, zoet hou ik heel erg van. Maar ik hou ook echt van stoere mannengeuren. En daar doet dit me een beetje aan denken. Ik denk dat Pet deze ook echt heel erg lekker zal vinden. Beetje citrus komt erin. Ik ga toch nog één vakje openmaken. Ik vind het echt veel te leuk om te doen. Dan ga ik mijn andere lievelingsnummer, nummer 7, openmaken. Dat is best wel een langwerpig vakje. En dan moet hij hierna echt stoppen. Oh my god. Dit is in dezelfde geur van de body milk, een douchegel. Vet lekker. Voor zover ik nu de adventskalender heb unboxed, zitten er vooral minis in. Natuurlijk super handig en vanzelfsprekend dat je dit makkelijk mee kan nemen op reis. Maar ik vind het ook wel heel erg fijn om op deze manier kennis te maken met een merk. Goede indruk tot nu toe, oprecht. Dus ik ga nu gewoon lekker de douchegel alvast in de badkamer zetten. De handcremes in verschillende tasjes stoppen. De rest bewaren voor tijdens vlogmas. Dat was eventjes leuk tussendoor. Nu ga ik weer even achter mijn laptop kruipen. En de video die voor mij morgen online moet helemaal afediten. En ook de thumbnail maken. Maar thanks, L'Occitane. En trouwens echt supergoed nieuws. Ik weet niet of het ermee te maken had dat ik gisteren op TikTok naar het helpcentrum zeg maar toe ging. En aan had geklikt van mijn drafts zijn weg. Want daar stond gewoon die video's slaan zich op je toestel. Dus op mijn telefoon, niet op een server van TikTok of zo. Dus als de app niet meer geïnstalleerd is het gewoon weg. En dan kon je klikken op was dit behulpzaam of niet. Dus ik zei nee, wat mijn drafts zijn gewoon nog weg. Dat was een beetje salty. Ik weet niet of het daarmee te maken had, maar ze zijn terug. Dus ik ben ook weer met TikTok verder aan het filmen. Het is echt zo eentje dat je 1 seconde filmt elke dag, weet je wel. Dus het zou zeker nog kunnen dat ik hier nu al een paar weken mee bezig ben. En dat het nog een paar weken gaat duren voordat hij af is. Maar ik vind hem zo leuk tot nu toe. Dus je kan me volgen op TikTok. Leonie van Rijn heet ik daar, als je dat leuk vindt. Maar het is niet alsof ik daar regelmatig op plaats. Gewoon af en toe van die mini-vlogjes. Ik heb dus wel 2... Echte TikToks geplaatst. 1 transition en eentje dat ik mijn week beoordeelde, zeg maar. Dus ja, ik vind het echt heel erg leuk om te doen. Nu ga ik naast mijn mini kerstboompje lekker editen. Met het wasrek achter me. Best of it ever. Ik ben echt oud aan het worden. Ik hou helemaal van bakken. En nu ben ik voor mijn plezier aan het wandelen. Vorige keer ging ik door zo'n steegje heen het ene bruggetje op. En nu de ander. Vorige keer was ik op dat bruggetje. Maar blijkbaar is er nog één. Zo. Het horrible. Dus ik ga even met een omweg naar de supermarkt toe. Waar ik ook niet per se heen hoef. Ik hoop niet dat dit uitkomt in iemands tuin of zo. Maar ik heb er gewoon even zin in. Even de deur uit. We zijn op avontuur. In het allersmalste straatje ever. Het lijkt gewoon een steeg, maar er zitten volgens mij ook voordeuren hier. Ik ben toen ik thuis was even lekker onder de douche gesprongen. En het was een super mooie nieuwe supermarkt. Maar ik ging toch eventjes specifiek op zoek naar 3 dingen. En raad hoeveel ze er hadden van die 3. Niks. 0. Geen proper chips helaas. Dat was sowieso gewoon best wel een kleine winkel. En het chipschap was echt mini. De Oatly haver en komkommerspread die online niet te verkrijgen is. Maar wel in de winkel. Was niet te verkrijgen bij deze winkel. Gewoon niet in het schap zeg maar. En cashew spread voor op brood. Of waar je dingetjes in kan dippen. Was er ook niet. Dus nou ja, niet het einde van de wereld. Wel jammer, want ik dacht, yes, er komt een Albert Heijn dichtbij. Maar voor de rest wel een mooie winkel en de vakken waren goed gevuld en zo. Dat is al een hele grote vooruitgang met de Deen die er eerst zat. Dus ik heb wel een aantal dingetjes gehaald. En misschien dat ik binnenkort ook weer zo'n rijstbol ga maken met avocado. En ik heb die zeehuurcelletjes niet naar gezocht. Nou, ik vraag me af of ze dat wel hebben. Maar ik dacht,
vis in blik misschien erdoorheen. Ik heb dit dus nooit. Ik denk dat het in zo'n gerecht ook wel gewoon prima moet zijn. Pet en ik hebben inmiddels gegeten. Het perfecte plaatje teruggekeken. En Expeditie Robinson heb ik half meegekeken vanaf het eettafel. Want wat is er nou beter om eventjes op de donderdag voor Black Friday te doen. Als je een small business hebt. Dan diep in je codes duiken. Om je kortingen mooi te weergeven. Want ik heb nu dus uitgevogeld. Lekker op tijd zijn we erbij. Welke kortingen ik wil. Op welke producten. Dus dat staat allemaal klaar. Maar ik wil gewoon duidelijk erbij hebben. Hier zoveel procent korting op. En op dit product zoveel. Maar ik zit echt diep in alle codes. Het is echt. En het lukt niet. 10:50. Alles is in orde. Tijd om mijn make-up eraf te halen. En lekker in bed te kruipen. En ik denk, ik voel me best moe. Dat ik wel gewoon alsnog meteen in slaap val. Het is echt een super knusse regenachtige dag. Ik heb mijn ijskoffie. En zomaar een keer een bagel als ontbijt. In de volgende editie van In een loungepakje naar de supermarkt. Deze jas van Nick is echt mijn favoriete jas. Nee, ik ben ook heel blij met mijn trenchcoat. Maar ik denk toch iets blijer met deze. Van de afgelopen jaren. Dan deze sjaal van Weekdays. Heel lekker. Wol. Crossbody tas. All Stars. Zwart. Die kleuren weer bij mijn tas. En sieraden erbij. Dat is ook altijd goed voor je vermomming van. Ik heb vandaag heus wel me klaargemaakt voor de dag. Vanaf nu ga ik 's avonds alleen maar vloggen bij deze lamp met deze kleur. Maar het is natuurlijk Black Friday en ik kom nu niet met de samenwerking aan of zo. Maar ik heb bij de Douglas geshopt en bij kapperskorting.com. Gewoon dingen die ik eigenlijk al nodig had. Maar dan misschien iets fijnere versies van dingen die ik nodig had. Dus als dat binnen is. Ga ik dat natuurlijk even aan jullie laten zien. Misschien dat het tijdens vlogmas is. En nu gaan Pet en ik een exit spelletje doen. Dus zo'n soort escape room experience bij je thuis staat er ook op. En dit hebben we al 2 keer met Ilan en Romy gedaan. En nu heb ik dus deze als verrassing eigenlijk besteld. Dus gaan Pet en ik dat doen als date night. En deze is een moeilijkheidsgraad lager. Dus 2 van de 5 sterren wilde ik zeggen, maar stippen. Dus ik ben benieuwd of we het gaan redden. Hi. Dat leek me wel heel erg leuk om te doen. Mij ook. Ik weet niet wat je net hebt verteld, maar mij lijkt dit heel leuk. Dat ik het als verrassing had besteld. Ja. Wat hadden we nou als eerst? Oh, met Ilan en Romy hadden we eerst. Die hadden wij volgens mij cadeau gegeven aan Romy, denk ik. Ja. Dat was een boshut waar je dan zat. En dat was van een enge man. En dan moest je uit ontsnappen. En de vorige keer hadden we beroving op de Mississippi. Of moord op de Mississippi. Maar was die iemand, was dramatisch. Er waren documenten gestolen. Documenten gestolen. Maar die was echt bedacht toen we de spullen uitpakten. Van, ah, leuk. Maar toen kwamen er echt niet uit. Ja. Ja. En je hebt hier ook hulpkaart in. Want als je er niet uitkomt, dat je een hint hebt. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe goed we het gaan doen. Ja. Net zoals eigenlijk echte escape rooms of zo. Dan heb je toch ook gewoon iemand die meekijkt, ja, die ook tips geeft soms en zo. Dat is dit ook. Ja, het leek me heel leuk om samen te doen. We hebben echt zo lang met z'n 2 geen spelletjes gedaan. Dus, see you later. Ja, dat was erg gezellig. Wederom, niet zo'n succes. Zelfverzekerdheid, gone. Maar het is gewoon natuurlijk heel erg ook met echt escape rooms. Dat het juist zo leuk is dat iedereen een andere logica heeft. Iedereen ziet weer andere dingen. Kijkt er op andere manieren naar. En dan zien sommige mensen bepaalde dingen wel ineens. En andere mensen zien andere oplossingen weer. Ja, dus met z'n tweeën het was pittig. Maar heel erg leuk voor een keer een spelavondje. Dat wel. Nu is het zaterdag. Ik heb lekker mijn haircare wat aan het marineren is op mijn hoofd. We hebben al ontbeten. En wat ik nu ga doen is gamen. Ik ga lekker Animal Crossing spelen. Ik heb zonder grappen de hele middag Animal Crossing gespeeld. Nu gaan we lekker salade eten. We hebben er wat worstjes bij. Aardappeltjes met een beetje pesto. En het ruikt hier echt heerlijk. Dit is echt gewoon de hele zaterdag. Kwak in dit leuke bakje.
En we gaan de Office kijken. Deze weekvlog komt op dinsdag online. En de dag daarna, dus op woensdag, is het alweer 1 december. Echt bizar hoe snel de tijd gaat. En dan begin ik dus met het filmen van Vlogmas. De dag daarna, op donderdag 2 december om 7 uur 's avonds, komt de eerste vlog online. Voorgaande jaren deed ik dat steeds om 4 uur 's middags. Dus don't worry, hij komt nu 3 uurtjes later. Geeft me iets meer rust, iets meer speling, iets meer tijd gewoon. Ja, dus vanaf aankomende donderdag tot en met eerste kerstdag kan je elke avond om 7 uur een dagelijkse vlog van me verwachten. Mocht je dat niet willen missen, dan kan je abonneren op mijn kanaal. Daar zou je me heel erg blij mee maken. Dan wil ik je natuurlijk bedanken voor het kijken naar deze video. En hopelijk zie ik snel bij de volgende. Doei doei!